hebben een bron die eigenlijk aangeeft wat Jan heeft verteld over de omkoping door de mol. Dat dat gewoon heeft plaatsgevonden. Dat dat verhaal gewoonweg klopt. En we hebben een lijst met de namen van getuigen. En die getuigen die worden allemaal opgeroepen. En daaruit zal dan moeten blijken inderdaad dat zij geld hebben aangenomen van de mol. Ave! De messen zijn geslepen. De messen zijn geslepen. Roddelpraat, ja, wordt niet een beetje door de stront getrokken door de familie de Mol en door oma John. Oma John en Johnny zitten straks in de rechtbank. Ik krijg het te horen van de getuigen dat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Oh, dus wij hebben gerectificeerd voor niks. Oh, wij hebben dus onze filmpjes moeten verknippen voor niks. Oh, wij hebben schade ondervonden omdat wij onbetrouwbaar waren. Wie gaat er, denk je, nou een schadevergoeding eisen, oma John? Terwijl er toch eigenlijk helemaal niks te lachen is voor hem, hè? Nee. Hij roept wel hiephooi, hiephooi. Nee, ik snap dat hiephooi ook niet helemaal. Maar wat is er nou hiep en wat is er nou hooi? Mogen we nou wel of niet zeggen? Ja? Is het heel gelukkig voor. Nou, dat zal ik het maar doen. Ja, doe het maar. Lieve rolpraatvrienden, het is verschrikkelijk. Ja, wij zijn met z'n tweeën, maar we doen het eigenlijk met z'n drieën. Met z'n drieën. Ja. En, dus drie man. Ja. Nou, we kennen mijn DM-avonturen, wat niet helemaal goed ging. Ik werd erin genaaid, maar toch. Mm-hmm. Het was toch ook niet allemaal, hè? U kent mijn verloving. Onze vriend Dennis was keurig netjes verloofd. Ja. En dan zou je zeggen, is er dan, is Jan dan de enige? Nee, onze cameraman wordt afgeperst. En dat is niet leuk, want het is een aardige man. En die was lekker aan het chatten met een vrouw. En toen, toen ging het mis. Ja. Ja, wat is gebeurd? Ja, was lekker aan het chatten. Ah, dacht met een vrouw via een dating app Field. Ken jij die dating app? Nee, ik zit helemaal niet op dating apps. Ik zit niet eens meer op Instagram. Ik zit niet eens meer op Twitter. Ik zit nergens op. Nee, ik doe niks meer. Nee, je zit op dating app Field en... Nou ja, dan had hij met een dame gechat en dan zegt die dame, we gaan verder praten op Telegram. Dat is natuurlijk normaal. Als je met een dame praat en zeg je, wij kletsen lekker verder op Telegram. Ja. Dat is persoonlijk. Ja, dat is persoonlijker en beter. Ja. En dat geeft ook vertrouwen. Dat je denkt, nou, dat moet diegene dan wel echt zijn. Ja, Telegram wordt eigenlijk maar voor twee dingen bedoeld. Voor het dealen van wapens of voor criminelen. Ja. Maar ja, goed, hij zegt met haar op Telegram. Toen zei zij, kun je mij misschien een foto sturen van je geslachtsdeel? Ja. En Aad, die is trots op zeg maar, zijn grote Aad. Aad heeft een enorme lus. En die dacht, je zal hem krijgen ook. En toen dacht Aad, maar ik doe even één ding, zodat ik niet herkenbaar ben. Ik doe mijn hand voor mijn ogen. Dan zie je niet dat ik het ben. Waar het niet dat Aad even vergeten was, dat het volledige familiewapen van zijn familie dus zo'n 80 bij 30 centimeter op zijn been staat. Nou, bloedordineer. Ja, ook dat, maar ook best wel herkenbaar. Ja. Dus, ben je Aad aan het afpersen en wil je 500 piek? Dat gaat niet door, want wij laten ons bij Roddelpraat niet afpersen. Ja, maar die foto's zijn dan naar familie gestuurd, dus maakt het uit. Dan maakt het ook niet meer uit. Nee. Hij betaalt er voor niet en zijn moeder was... Ja, die had dubbele gevoelens. Die was aan de ene kant, vond ze vervelend. Aan de andere kant was ze trots. Ja. Dat ze toch een zoon heeft gekregen die ergens wel goed presteert. Ja. En zijn vader twijfelt nu of hij wel een zoon is van zijn vader. Ja. En de melkboer, die gniffelt ook wel, want die weet zeker dat die jongen van hem is. Nou, in ieder geval hartstikke leuk. Aad, sterkte. Aad gaat het wat minder. Die zit verdrietig achter de camera. Ik heb het ook wel eens een keer gehad. Maar hoe is het met bent. Jou? Nou, vriend, ik zal even vertellen. Ja, misschien is het goed om te vertellen dat wij een stylist in de arm hebben genomen. Zeg al, wat zit hier toch altijd troosteloos en treurig bij. Zeker. Kijk, we staan nou zo trots als een pauw. Ja, of is dat geen pauwmotiefje? Wat is het eigenlijk? Pauw, kom je nou bij een pauw, man? Gek. Ja, is dat geen pauwmotiefje? Nee. Wat is dit voor motiefje dan? Palm. Palm. Pauw en palm. Ja, maar dit is helemaal geen pauw. Wat is dit dan? Weet ik veel. Dit lijkt op van die Turkse geluksoogjes. Oh, dat boze oog. Ja. Ja. In ieder geval, wij kregen van de vrouwelijke rollenbaatkijker vaak commentaar. Ja. Op dat wij er niet zo verzorgd uitzien. En tegenwoordig wordt iedereen een wijf. Dus toen dachten we, misschien moeten we ook maar wat gaan doen. En nu hebben we nu een stylist in de arm genomen. Ja. Die ons net even leuk. De finishing touch. De finishing touch. Ja, en hier ga je steeds vaker terugzien. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja. In ieder geval, ik moet zeggen dat jouw leuker is dan de mijne. Wat? Nou, jouw
past leuk hierbij en past leuk bij je kogelvrije kuif. En ik heb een beetje een lullige. Maar die dekt wel de dubbele kin. Onnodig. Wat dan weer goed uitpakt. Fat Life Matters. Dan gaan we naar mij, want ik heb heugelijk nieuws. Verloofd? Ja, nee. Gescheiden. Althans, hoe noem je het als een verloving die doorgaat al voor het huwelijk? Verbroken. Een verbroken verloving. Verbroken. Ja, maar dat is wat het is. Nee, het goede nieuws is dat ik een prijs heb gewonnen. En daar ben ik de mensen ontzettend dankbaar voor. Ja, daar komt niet vaak voor. Fijn, Den. Ja, hoeveel prijzen heb jij tot nu toe in dat prachtige, edoch, armetierige leven van je weten te winnen? Nou, dat ik echt op één eindig is dit de eerste. En ik ben dan wel het ditjes en datjes talent van 2022. Ja. Yes! Dat ik daarmee samen mag werken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ditjes en datjes, dat is toch de website van Dirk van den Broek? Ja, eigenlijk die pauper supermarkt. Ja. Ja. Oh, top man. Hey, ja. Wat moet je daarvoor doen? Wat heb je gedaan? Nou, ik kan wel eerlijk vertellen dat Grinnen waren allemaal mensen genomineerd. En eigenlijk wil niemand die eer om het ditjes en datjes talent, Dirk van den Broek talent van het jaar te zijn. Oh, wacht even. Niemand heeft een oproep gedaan behalve jij om te stemmen. Ja, en ik heb met 94% van de stemmen gewonnen. 94%? Ja. Ja, nu sta ik groot in de ditjes en datjes helemaal op blad. Dus ik ben voor het eerst naar de Dirk van den Broek gegaan. En hierachter zie je de foto's van het blad. Wat leuk. Nou Dennis, ik wil jou namens het hele rolpraatteam, dat ben ik en dat is die dikpik achter de camera, van harte feliciteren met deze prijs en deze eer. Ja. Ja, we zijn ontzettend trots. Maar dan was er natuurlijk nog meer, want dit weekend was er groot bezoek Groot bezoek! En hoog bezoek bij Santé. Ja, was niet niks, want Santé, hè, net zoals dat wij wat ons willen opvrolijken, wil Santé dat ook. Santé had een hele modebewuste vrouw en die zong het hoogste lied daar. Zie hier de prachtige beelden. Oh, wat erg. Is dat nog steeds niet voorbij? Nee, hij heeft nu zelfs oorbellen. Niet? Ja, laten schieten. Ja, laten schieten, ja. Het is niet echt dat de zangstem zich al aanpast aan sterren. Maar wat vind je van deze nieuwe look? Met een kort haar, zonder dat pruikje. Ja, met haarwand. Ik denk dat ze in Enschede niet opvalt tussen de rest van het winkel. Weet je wat het mooiste was? Want hij had dat ding aan. Toen kwam er in naar hem toe. En hij zegt, wat heb je toch aan, zegt hij. Jurk! Jurk! Zebrajurk. Hij zegt, oh, ik dacht dat je de mantel van de kapsalon nog om had. Weer dat je geknipt, want hij is zo'n ding. Maar dat lijkt ook echt. Was zo'n, ja, nou ja, goed. Maar hij heeft een leuke avond gehad. En hij was natuurlijk in volle voorbereiding van, jawel, het rollenpraatfeest. Oh, yes! 24 september is dat in Hengelo. En de donateurs konden kopen. Ja. Dat is heel hard gegaan. We hebben nog 200-300 kaarten over. Oh, opschieten dus. Maar gooien we de verkoop nu open? De verkoop is nu open voor iedereen. Linkje staat in de beschrijving. En iedereen kan nu de laatste kaarten kopen voor het grote roddelpraatfeest. Ja, wat we ook vragen is aan vrouwen om te komen. Ja, nee, maar ik wil niet alleen maar mannen, snap je? Dus ben jij een meid en heb je vriendinnen, kom ook gezellig naar ons. Want ik beloof je, er zijn een aantal mensen aanwezig. Bijvoorbeeld Dennis. Dat is toch de David Beckham van Glanenbrug. We hebben Ate, de well-hung cameraman, komt ook. Ja, die is altijd op zoek. Die is altijd op zoek. Wie hebben we nog meer? Ik ben er, maar volgens mij moet mijn vriendin mee, want die vertrouwt het allemaal niet meer. Oh, nee, daar houdt het op. Nee, we kunnen weer twee nieuwe namen bekendmaken. Niet! Ja, absoluut! Wat zeg ik? Drie nieuwe namen die het podium gaan betreden voor een groot feest. Maar wie hadden we ook alweer? Jan. En natuurlijk mij. Maar waren nog meer mensen? Nee, ik. Tukkertje Sterren. Nee, ik. Ja, vriend. Tukkertje Sterren. Sebres, meneer Santé. Ja. Als je zegt Sebres, zeg je... DJ Jos. Celientje. Celientje, ja. Ja, dat zeggen we niet meer. Ja, ja. DJ Jos. Yes. Django Wagner. Ja, en de nieuwe namen. Daar komen ze nu. Barend van Delen. Dat is die van 538 tegenwoordig, 3FM. En die komt niet alleen, die komt met Ivo van Breukelen. Nee! Ja, ook van 538. Ken ik niet. Maar er komt dus nog iemand. Nog iemand? Die gaan we ook bekendmaken. Wil je tromgeroffel? En die komt niet dansen. Nee. Die komt niet zingen. Nee. Die komt twerken en doet de kleren uit en wil met mannen naar het toilet daar. Rosalie Beauty kusje. Nee, toch? Ja.
Moet je nagaan wat voor een enorm inclusief feest het is. Met sterren en Rosalie Beauty. Maar die komt echt? Ja, die komt echt. Ja, die komt gewoon helemaal op het podium staan. Turk, en die gaat daarna met de heren naar het toilet voor een paar tientjes. Oh, leuk. Ja, ja, hè? Volgens mij is die toch nog minderjarig. Ja, dat is... Ja. Maar dan ben jij nu kinderprostitutie aan het enthousiasmeren? Nee. Voor die, wat doet ze dan voor die paar tientjes in het toilet? Ze maakt het schoon. Ja. Oh. Ja. Ah, niks aan het handje. Nee. Wat gezellig. Ook Rosalie Beauty kusje komt. En inderdaad, zeg, wat hebben we een ongelooflijk inclusief een divers party. Godverdomme, iedereen laat zich opbouwen of heeft een jurkje aan. Ja, wat een enorme line-up. We zijn er erg trots op. Heel trots. Ik noem... Pinkpop kan inpakken. Ik noem driekwart van de mensen uit Enschede die jij kent. En Django Wagner. Ja. Die bekend is van de hit. Kali, ik mis je. Ali? Kali? Ja, dan gaan we nu beginnen, want we gaan naar, toch wel de ophef van de week. Wat zeg ik? De rel van de week. Ja, de rel van de week, week. Nick en Simon. Nick en Simon. Vorige week ging het mis. Ja. Toen wist ik even niet wie was. Liever gezegd, ik heb al in mijn hele leven nooit geweten wie was. Jij belde me op. En je zei, Jan, ik heb huiswerk voor jou deze week. Ja. Jij leert godverdomme niet uit je hoofd wie Nick en Simon is. Ja. Toen zei ik, nu weet ik het. Het is die man met die baard. Dat is Simon. Maar wat blijkt nou? Simon had zijn baard afgeschoren en nu heeft Nick een baard. Ja. Maar Nick heeft nu een baard. Op dit moment heeft Nick de baard. Ja. Dus ik weet nu echt wel wie Nick en Simon is. Nick is degene met de baard. En Simon is degene met die glimlach op zijn gezicht. Omdat hij meer weet dan wij. Ja, nee, ja, precies. Nou ja. Die wist meer dan wij. Maar wij weten nu net zoveel als hem. Want er komt een knaller van de scoop aan. En later in de uitzending komt er nog een knaller van de scoop. Oh, nog één! Oh, ben je klaar voor? Ja. Ga je al schreeuwen dan? Of wil je nog even wachten? Nou, jij moet eerst vertellen wat er gaande is. Nee, maar moet ik niet dan scoop roepen? Nee, doe je straks. Oh, oké. Hou je rustig. Nee, wat was er aan de hand? Nick en Simon gingen uit elkaar. Ja! Nick en Simon gingen uit elkaar. Iedereen vroeg zich af, wat is er nou aan de hand tussen die heren? Ja. Waarom gaan ze uit elkaar? Ja. 16 jaar lang in Gods succesduo. Nee. 18. 16. 18. 16. 18. 16. 18. Dat is de leeftijd waar jij vrouw voor zoekt en ik vanaf 16. Maar het is 16. 18. Prima. Die lul die zat toch bij Jinek en die zei, ik begon op mijn 21ste en nu ben ik 39. Ja? Nou, ik weet dat op die lompschool waar jij hebt op gezeten, dat het telraam niet verder ging dan 10. Ja? Maar 21 plus 18 is 39. Ja, prachtige jaren. En wat was jouw hoogtepunt van Nick en Simon? Mijn hoogtepunt van Nick en Simon? Ja. Ik vind dat zulke scheidmuziek. Wat is dat een scheidmuziek? Ik vind Jan Smit, vind ik nog wel te doen hoor. Ja. Maar nummertjes, ja, vind ik best hoor. Laura, een hele lieve meid. Vind ik best wel te doen. Mooi. Ik vind Jan Smit prima te doen. Ja. Maar bij de drie J's, daar begint allemaal een beetje met mijn lul aan de pijp te donderen. Ja. Maar dat Nick en Simon met die slappe, slijmerige kutliedjes van ze. Verschrikkelijk. Mijn hoogtepunt is dus dat die twee ongelooflijke raspoten uit elkaar gaan. Ja, jij bent er blij mee. Ja, sorry, dan hoor je toch. Oh, ik hoop dat ze bij de radio ook zeggen, nou, dan draaien we dus ook niet meer die klootzakken. Verschrikkelijk. Wat een slijmtreurige slijmmuziek zeg. Oh, we zijn zo romantisch. Ja, lekker romantisch Simon. Godverdomme, alles met een hartslag ligt niet te wippen, die gozer. Oh, ik ben zo romantisch. Daar komen we straks op. Want niemand begreep waarom ze over Volendamse zangers begonnen. Je hebt er één niet genoemd. En ik denk dat jij er ook fan van bent. Ik heb daar, Piet Veerman. Ik had daar vroeger een poster van. Jan en Annie. Wie? Jan en Annie. Van BZN? Ja, dat vond ik prachtig. Jeppa, lalalalalala, jeppa. Dat is het enige nummer dat ik even bezig ben. Ja. Wat ook trouwens een treur. Jan en Annie. Oh, dan gingen ze in het Frans, in het Italiaans liedjes zingen. Nee, oh, ja, Jan en Annie zijn voor mij echt... Sorry, bij het Roddenpraatfeest, we hebben gebeld, maar Jan en Annie willen echt niet meer samen optreden. Zij ook al niet meer.
Dus dat is jammer. Maar goed, het moment kwam daar. Nick en Simon exclusief bij Eva Jinek. Ja, verschrikkelijk. Wat fijn, hè. Dat we dan zo'n, zeg maar, het nieuws van de week bij de allerbeste interviewster van Nederland krijgen. Ja, daar blijft Kalle toch ook helemaal geen klote moe van. Nou, ze heeft jou ooit mooi in het hoekje gezet. Maar goed, daar hebben we nu niet over. We gaan een stukje kijken. Nou, de afgelopen weken is er heel veel gespeculeerd over de reden waarom jullie ermee stoppen. Wat is de reden, Simon? Ja, dat kan ik in één zin zeggen, maar ik wil de hele tijd... Ja, bij mij is de lol al een tijdje weg. En dat je toch het is, hè? Maar waarom praat Eva Jinek nog steeds zo, terwijl ze al, denk ik, een jaar of 24 niet meer in Amerika woont? Wat heb ik daar toch een scheitering hekel aan, hè? Oh, ik ben vreselijk internationaal. Oh ja, hoe komt dat? Ja, ik ben 3 jaar geleden 2 maanden in New York geweest. Hou eens op, man. Hou eens op met het achterlijke accent. Is dat nou interessant? Wat een stom wijf is dat toch ook. Verschrikkelijk stom wijf. En nooit een keer een kritische vraag als het moet, hè? Nou, bij jou wel. Ja, als ze de juiste mensen moet afzeiken, dan heeft ze opeens de pen geslepen. En anders zit ze gewoon een beetje aan te horen. Oh ja, is het zo? Oh, leuk. Oh. Flikker nou toch op, zich. Ja, maar het ging niet om Eva, het ging om Nick en Simon. Oh ja. Simon zei dus... Ja, ik had er even geen zin meer in. Ik had er gewoon even geen zin meer in. En hij was op een gegeven moment, hè, want er was lockdown geweest. En toen wou hij een wereldreis maken met zijn vriendin. Of vrouw. En die ging toen niet door. Die ging deels door. Ja. En toen kwam hij er eigenlijk achter. Ja. Ik heb er geen zin meer in. Nee, hij had er geen zin meer in. Kwam hij achter op zijn wereldreis. En toen kwam hij terug van zijn wereldreis. Dat wijf moest toch ook nog janken toen die wereldreis even niet doorging of zo. Want het was zo erg voor haar. Oh, ja. Wat een vervelende vrouw. Maar en toen hoppelflop zat op de plop. Mocht hij nog steeds niet optreden vanwege corona. Ja, weet u er nog, die tijd? Dat we mochten ook thuis, s'avonds laat niet meer het huis uit. Want dan werd je ziek, s'avonds laat het huis uit. Maar goed, toen konden ze niet meer optreden. En toen zei iedereen, oh wat erg hè, Nick en Simon, dat jullie niet kunnen optreden. Toen dacht Simon, nou, ik ben eigenlijk hartstikke blij mee. Ja, want die vonden gewoon geflikken met hem. Ja, en die is toen op een gegeven moment naar Nick gegaan. Die moet je voorstellen dat die mensen multimiljonairs zijn door dit. Dat zal toch wel? Dan ja, multimiljonairs. En daarbij worden die klootzakken ook nog eens een keer gesponsord door de belastingbetaler. Want de Tros, die heeft de ene na een ander programma met die linkmiegels uit Volendam op de televisie. Maar ja, die verdienen goud geld. Ja. Met die kutmuziek. En worden ze ook nog een keer gesponsord door de Tros. Ja. Nou ja, goed. En toen liep Simon dus naar Nick. En toen zei Simon tegen Nick, ik voel het niet meer helemaal. Ik zou graag willen stoppen. En wat zei Nick toen? Dat begreep hij. Helemaal. Het is mijn gevoel. En Nick zei inderdaad hier in het interview met Jinek. Ja, ik begreep het helemaal. Nou, hij moest hem nog even uitleggen. Maar toen hij me dat uitlegde, dacht ik, ja, ik begrijp. Ik zou zelf nog misschien wel door willen gaan. Ik begrijp precies wat Simontje nu tegen me zegt. En ja, nou, we gaan lekker allebei lekker solo. Lekker solo. He, want als Simontje die me voelt, ja, dan voel ik het eigenlijk ook niet meer. We gaan even lekker verder. En hartstikke mooi verhaal. En prachtig verteld bij Eva Jinek. Er was alleen één probleempje. Tijdens het hele interview, de heren hebben elkaar niet eens aangekeken. Nee, er werd de hele tijd boos gekeken. En als de een aan het woord was, voornamelijk Simon, ja. Keek Nick als, alsof, laten we zeggen, iemand tegenover hem zat. Die een beetje, laten we zeggen, aan het liegen was. CQ, zijn eigen straatje. Aan het schoonvegen. Maar jullie willen natuurlijk de waarheid weten. De waarheid! En wij zijn Volendam in gegaan. Ja! Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. We komen nooit op straat. Nee. Ja. Nee. We hebben veel contact gehad in Volendam. Zeker! En we hebben scoop. Ah, scoop. Wat was dit verschrikkelijk, zeg. Oh. Ja, tussendoor dacht ik al, ik weet niet of ik de eindstreep haal. Nee. Het mooiste is nu, en weet je wat het mooiste is? Waarschijnlijk is dat Nick en Simon, die kijkt nu ook naar dit stukje wat gaat over hun. Dan ben je toch vaak geneigd. En die denkt dan, nou nu gaat het gebeuren. Dan zit hij daar met vrouwen en kinderen, dan zie jij, scoop.
Wat zou Nick en Simon dan denken? Nou, ik denk dat mensen die zulke kutmuziek maken niet moeten gaan zeiken over een klein scoopje, hoor. Dat flikker nou toch op. Nee, ja. Ze hadden zelf waarschijnlijk iets zachter van... Oh, en je liep daar zo mooi. En toen had je wat in je hand. En het was een scoopje. Zulke zeikmuziek maken die klootzakken. Verschrikkelijk. Ik heb ook altijd het gevoel dat het over die kleine jonge meisjes gaat. Oh. Ja. Maar dat schijnt heel normaal te zijn daar in Vallenland. Beticht je eens nou neer van pedofilie? Dat was niet de scoop, hoor. Maar dat mag er altijd bij. Nee. Ik heb ook daarna weer een nieuwe rechtszaak. Nee, ik beticht er niet van. Maar ik heb toch altijd dat gevoel wel een beetje. Dat het altijd op het randje. Die muziek zit op het randje. Ja. Zit een beetje op, die muziek, die nummers zitten altijd een beetje op een randje. Ja. Het heeft altijd een beetje, ik heb altijd een beetje gevoel dat die meisjes over wie ze zingen, dat die dan net niet de 18 hebben aangetikt. Ik dacht ook altijd aan mijn verloofde als hij begon te zingen. Ja, dat wil ik begrijpen, ja. Nou, dan is het nu tijd voor de scoop. Oh, scoop! Helemaal gaat. Nick en Simon gaan er klaar voor zitten. Want het verhaal was natuurlijk zo dat het allemaal aan Nick lag. Dat Nick ermee wou stoppen. En ineens zie je het programma en trekt Simon volledig het boetekleed aan. En Nick, dat klopt, zegt Nick. Prima. En ik lees even een berichtje voor een van de velen, maar dit is een beetje de strekking van alle berichten. Let op, dit is de scoop. We wonen vlakbij Volendam. Mijn vriendin kent iemand die midden in hun wereldje zit qua vrienden, et cetera. Het echte verhaal is dat Nick klaar is met alle drank, drugs en vreemdgaan, nu hij voor de zoveelste keer alweer vader is geworden. Vooral tijdens het programma De Zomer Voorbij gaan Jan en Simon helemaal los en neuken ze alles dat los en vast zit. Nick is er blijkbaar helemaal klaar mee. Voorheen deed Nick mee, zegt deze persoon. Dat moet ik dan wel zeggen, dat zegt niet iedereen. De meesten zeggen dat het echt volledig aan Simon ligt. Maar prima, ik ben er niet bij. Die Simon schijnt sowieso een extreme vreemdgang te zijn. Zijn vriendin wordt in het dorp omschreven als sloom en dom. Die vinden het allemaal prima. Oh, dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het lulligste van de hele school. Ja. Die arme meid was sloom en dom genoemd. Ja, ja, terwijl ze iemand godverdomme alles met aanslag ligt aan te duwen. We hebben vele mensen gesproken. Je kunt maar één ding suggereren. Simon is helemaal verslingerd aan seks, drank en drugs. En dan altijd samengenoemd met Jan Smit. Ja. En Jan Smit is tegenwoordig... Die begint een beetje mijn postuur te krijgen. Ja, die wordt dik. Ja, nou... Nou ja, goed. Stevig. Zo'n sjaaltje is hem ook bijna te adviseren. Ter bescherming van de dubbele kin. Enfin, Jan en Simon zijn twee oude geilpijpen. Die doen wat in Volendam veel gebeurt, namelijk... En die schijnen dus ook een apart kamertje te hebben waar ze die meisjes afwerken. Heb ik daar heel veel commentaar op? Nee, want ik geniet ook van het leven. Ik lust ook wel een borreltje. En nu eet ik liever gewoon gehaktballen dan poedervorm door de neus. Maar ik hou ook van vrouwen. Dus ik neem het ze niet kwalijk. Maar dat is wel wat het is. Maar het punt is als volgt. Die Nick, die nu een baard heeft. En die stond ook laatst in de Mentheld met een sixpack. Nou, mannen met sixpack, die vertrouwen ze dus al helemaal niet. Nick is een nette huisvader geworden. Die is een nette huisvader geworden. En die begint er een beetje scheidziek van te worden. Dat Simon... die ook samen met Nick en Simon namelijk zo'n ideale schoonzoon koppeltje uitlopen tangen. Dat Simon een vuile viespeuk is. Simon die klettert er hem overal heen. Simon heeft één profiel voor vrouwen, dat is 37 graden. En ja. Voor de rest maakt hij en een beetje koorts of een beetje onderkoeling maakt hem ook geen ene moe meer uit. Simon die propt hem werkelijk overal in. En dan doe je ook nog van de hapse flatsje in, van de sloepse sapse. Het is één grote puin met Simon. En Nick die zegt, ja godverdomme, ik ben hier te oud voor. Ja, maar dat is niet alleen op het moment dat Simon alleen is. Het was ook vaak terwijl hij met Nick dan aan de tour was. Of programma's waar Jan Smit bij was. Dat het dan ook gewoon heel veel drugs werd gebruikt. En Nick is daar gewoon klaar mee. En nog even geld kunnen pakken met zo'n afscheidstour. Daar gaat het toch over? En waarom is die afscheidstour al wel uitverkocht en ons roddelpraatfeest niet? Dat bedoel ik. Weet je wie wij hebben? We hebben Django Wagner bijvoorbeeld. Ja, ja. En we hebben... Die zit niet aan de snuif. Nee, helemaal niet. Hij eet een beetje veel misschien, dat is alles. En waarschijnlijk staat ze heel zuur vol met groene plantjes. Kan dat? Nee, dat gaat niet goed. Nee, dat zegt hij ook weer af. Ja. Ik heb het over hortensia's. Ja, heel goed. We hebben bijvoorbeeld de zus van Dennis. Die, ja, wat komt die eigenlijk doen? Die gaat zingen. Die gaat bijvoorbeeld zingen. Eddie Rabbit. Wie? Eddie Rabbit. Eddie Rabbit? Ja, Eddie Rabbit. Nee? Ze is helemaal fan van Eddie Rabbit. Die zingt... I'm driving my life away. Ken je dat? Ik dacht, we zeggen muziek voor jou. Eddie Rabbit? Eddie Rabbit. Wie de fuck is Eddie Rabbit? Eddie Rabbit, die zingt. Nou, zij zingt dat liedje? Zij zingt Eddie Rabbit. En ze zingt Hazes.
Als we godverdomme toch kaartjes willen verkopen, kunnen we toch niet vertellen dat jouw zus komt Eddie Rabbit zingen? Ja, nee, ja, die komt ook Eddie Rabbit zingen. Ook DJ Jos. DJ Jos zit ook niet aan de kook. Nee, precies. Kan niet met zijn medicatie. Nee, en meneer Santé bijvoorbeeld. Mag er niet meer, want dan gaat hij een andere vrouw zitten. Ja, nee, sterk, dat gaat niet. Gaan we nu naar eigenlijk de grootste scoop van de uitzending. We gaan naar John de Mol. We gaan naar onze rechtszaak met John de Mol. Oh. Wil je nou eerst beginnen met onze enorme scoop of met de uitzending van Boos? Begin maar met Boos. Beginnen met Boos, maar er komt zo'n verhaal aan. Daar lusten de honden geen broos van. Precies. Ik zou je vertellen. We hebben eventjes een tijdje het kruid droog gehouden. Omdat wij bezig waren en in conclaaf met de Mol advocatenteam. Maar wat we straks gaan vertellen, je bek valt open. Ja, we hebben de Mol in de moddenklem. Maar eerst beginnen we bij, ook bij de Mol, maar dan met de uitzending met Boos. Tim Hofman kwam met een vervolg op zijn Voice documentaire. Ja. He, die was toen ruim 10 miljoen keer bekeken. Ja. En daarin, toen bleek dat Ali B, Jeroen Rietberg, Marco Bussato allemaal hele vieze mannetjes zijn. Ja, en toen daar zag je ons ook nog in, omdat wij namelijk de eerste waren die het brachten. Alleen heeft de rest van de media was dat even vergeten. Maar dat maakt niet zoveel uit door je hoort. We zijn het wel gewend. Hè. Ja. Maar nu kwam er dus een vervolg erop. Er moest ineens een vervolg opkomen. Je hebt gezien, het was lang. Godverdomme, wat was dat lang zeg. Dat was een uur. En dat had niet gehoeven. Nee, dat had echt niet gehoeven. Nee, dat had in een 10 minuten gekund. Nou, 5 minuten was denk ik ook genoeg. Ja, wat hebben we gezien? Of wil jij vertellen? Nou ja, wat heb je gezien? Kijk, die Hofman, die zichzelf geloof ik zo langzamerhand Jezus Christus voelt. Maar die vindt zichzelf echt wel helemaal geweldig, hè? Met zijn nagellak in zijn oorbelletje. Die vindt zichzelf echt wel helemaal de nieuwe Jezus Christus. En die deugt. Oh, wat deugt die zich. Goh, wat deugt die zich. Maar die had een interview in de Volkskrant en die zeiden, ik wil me ook de tyfus deugen. Nou, dat lukt hem. Ja. Verschrikkelijk, wat deugje. Oh, wat deugje. Verschrikkelijk leuk, man. Wat deugje om te kotsen. Affe! Die kwam er natuurlijk achter dat John de Mol heeft gelogen in aflevering 1. Ja. Want John de Mol zei toen, ja, ik heb maar gehoord van één dingetje, van één persoon. En Tim zei, maar het zijn er 4. Ja, nou ja. Onder wie een medewerker van Talpa. Nou, dat hebben ze dus laten zien. En toen moesten een zekere Rick Brug en Linda de Jong. Dat is dan een vrouwtje en een mannetje. Hè. Je hebt dan zo'n hele piramide bij Talpa. Dan heb je John. Daaronder heb je dan Paul. Ja, dat zijn allemaal trekpoppen van John de Mol. En dan heb je dan Linda en Rick. En Linda en Rick zouden naar John zijn toegegaan met 4 verhalen. Maar John zei, het zijn er 1. Als je ooit met nieuwe informatie komt, praat ik met je. Tim zei, ik heb nieuwe informatie. John wil niet praten. Het is er 1. Het is er 1? Het zijn er 4. Nee, jij zei, het zijn er 1. Prima. Hou daar nou eens mee op. Punt is als volgt. Wij zeiden direct, John de Mol liegt. Want het is al lang op duidelijk dat er meerdere gevallen waren. Dat zegt Jeroen Rietbergen. Dat zegt Linda de Mol. Die heeft dat verteld aan John de Mol. Dus, nou, wat een scoop zeg van Tim Hofman alias Jezus Christus. Dat die zegt, John wist van meerdere. Dat was toch al bekend? Ja. Dat was lang bekend. Maar dan had je dus in 4 minuten kunnen proppen. En dan had je nog 1 minuut van de 5 minuten over. En dan hoeft hij alleen maar dus die vuile, vieze, smerige rioolrat van een Paul Reumer achter elkaar te kunnen draaien. Die zegt, nou, als je nog een tweede interview wil, kan je hem altijd bellen hoor. Wat een vieze billenlikker is dat ook. Hè? Vieze marionet van John de Mol. Nou, je kan me altijd bellen hoor, voor een tweede interview. Hey Paul, met Tim, met Jezus Christus. Hey Tim, hoe is het? Ja goed, mag ik een tweede interview? Nee. Ja, dan was je klaar. Ja, of niet? Oh, die Paul Reumer, hij heeft ook zo'n rattenkop. Maar die Paul moet toch wel heel veel geld krijgen voor dit vreselijke baan. Ja, maar Paul Reumer, dat is een gozer. Nee, ik zal even vertellen. 10 mei! Ja, 1940 kwamen die moffen binnen. Ja hoor. 11 mei 1940 stond Paul te solliciteren ergens. Die zei, oh, het lijkt me ook nog zo'n mooi zwart pak van Hugo Boss. Met zo'n lekker glimmend doodshoofdje op mijn voorhoofd. En dan kan ik lekker mensen erin naaien. En ik doe alles wat je zegt. En achteraf zeg ik, beveel is beveel. Wat maar een vieze ding is dat, Paul heeft wel een beetje een Duits hoofd.
Hartstikke Duits hoofd. Je ziet zo, die zwarte pet zie je op zijn hoofd zitten. Dan probeert hij overal centjes te pakken en mensen te naaien. En dan zegt de baas wat hij moet doen. En zegt hij, ja, is goed meneer. Wat een vies eng mannetje. Maar eigenlijk is het ergste met Paul, nu we toch enigszins fashion aangekleed zijn. Paul, als je nog maar zo weinig haar hebt, ga kaal. Ja, of neem een kogelvrije kuif. Of laat implanteren. Maar ja, goed, tot zover ons goed bedoelde advies aan Paul. Paul, je bent een vies man. Paul heeft een beetje dezelfde onbetrouwbare uitstraling als Wesi. Oh ja, maar als Paul uiteindelijk eruit wordt geflikkerd bij John de Mol, gaat hij bij Wesi aan de slag. Ja? Dat zijn dezelfde soort, dat addergebroed noemen wij dat thuis. Addergebroed. Ja. Dat is het laagste der laagste. Dat is, als je dus het doucheputje hebt, daar het poepgaatje van. Dat zijn dat soort mensen. Verschrikkelijk. Reumer en Wesi, ik zie dat wel een programma in. Reumer en Wesi, ja. Reumer en Wesi. Godverdomme, er net een strip uit de Tweede Wereldoorlog. Reumer en Wesi geven mensen aan. Reumer en Wesi halen huis leeg van mensen die naar een kamp gestuurd zijn. Kan toch? Ja. Je ziet het toch zo? Ja, nee, zo. En dat doen ze met liefde. Ja. Oh, je had ook heel veel van die smeerlap in Nederland. Die wilden dan 7,50 gulden per mens die naar de kampen moest. Deze jongens deden het gratis. Gewoon omdat ze dat lekker vonden. Voor een goed gevoel. Ja, voor een goed gevoel. Wat een verschrikkelijk enge mensen. Reumer en Wesi. 1000%. Ja, heel leuk. Format voor John. Hè. Gratis en voor niks. Ja, misschien scoort het wel. Want voor de rest is alles kut. Ja, misschien scoort dat wel. Nou ja, goed. Trouwens, talking about Talpa en John. Want laten we eerlijk zijn. Talpa is een van de meest moreel vertrapte, smerige organisaties van dit land. Dat weten we aan alles. Dat merken we ook aan alles. Die hebben ons er ooit uitgegooid trouwens, omdat we toen trainee zeiden over een trainee die zichzelf trainee noemde. En dat voorbeeld hebben ze nog gebruikt in de Tweede Kamer om te laten zien dat ze niet zo moreel verrot zijn. Nou, dat ze dus ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Ja, nou die mensen hebben na geloof ik een maand nu een gesprek aangevraagd met Peter Gillis nadat hij zijn wijf half had opgevreten. Ja. En dat hij vol moet komen voor mishandelingen. Ja, en Peter mag gewoon op de beeld blijven. Ja, daar is niks aan de hand. Ze hebben een gesprek gehad. Met Peter. Met Peter en er hebben ze gezegd. Peter, hoe komt het nou dat je Nicoleke, kampersnolleke, in de neus in de beelden hebt gebeten? Ja. En toen zei Peter, luister, ik had gewoon honger. Ja, maar Talpa zegt, we mogen ons niet met dingen die in die privésfeer gebeuren, maar ze filmen het privéleven van mensen. Ja, maar dat is dus Talpa. Talpa is zo door en door verrot en corrupt. Als ik RTL was, zou ik nog even nadenken over die fusie. En wat anders, wie ook weer terugkomt op tv? Johnny de Mol. Dan werken we ook langzaam toe naar ons punt. Johnny de Mol komt ook Johnny de Mol komt ook weer terug. Je weet dat Johnny de Mol die stopte met het verhaal van, ja, ik word beschuldigd van allemaal dingen die ik niet heb gedaan. En dat is helemaal niet leuk. En daarom stop ik nu. Huh? Maar als je het niet gedaan hebt, hoef je toch niet te stoppen, Johnny? Twee vingers in de lucht. Yo. Weet je wie dat ook altijd deed? Twee vingers in de lucht. Ja, je weet toch. Twee vingers in de lucht. Ali B. Met Marco Borsato was dat toch? Met Marco Borsato. Wat zo. Het is nou niet een teken wat ik per even zou doen als het gaat om betrouwbaarheid. Nee. Wees het niet. Nee. Ave! Waar waren we gebleven? Johnny komt terug met een bijzonder en heel leuk nieuw programma. Ja, want het gaat niet over inhoud, zodat mensen Johnny kunnen confronteren met wat hij wellicht heeft gedaan. Het komt, een programma komt met... Hartstikke leuk. Het gaat erover dat er een restaurant is. Ja. En dat wordt dan bestuurd. Ja. Door demente bejaarden. Ja. Dus dan komt hij binnen. En dan zegt niemand. Godverdomme, jij bent toch dat vuile verwende teringjong van John. Die vuile miljardairszoon die wijven in elkaar staat te timmeren. Dat gebeurt niet, want die mensen weten begon niet wat ze gisteren hebben gegeten. Nee. Die kennen Johnny niet. Nee. En maar wel leuk, hè. Die hebben dan, wat is het, een restaurant? Is het niet een restaurant of een hotel? Nou ja. In ieder geval zo, of een restaurant of een hotel. Die worden dus bestuurd door demente mensen. Dat is lekker, ga je aan tafel zitten. En dan zeggen ze... wat doe ik hier? Zeg je, je bent ober! Vraag even wat ik wil eten en drinken. Ben ik ober? Nee, wat wil je eten en drinken? Uitsmijdertje, glas melk.
Mensen zijn godverdomme niet eens bij de keuken. Ze weten begon niet meer wat jij bestelt. Nee. Wat is dat voor een kutconcept? En dan gaat Johnny waarschijnlijk heel hard lachen. En die mensen gaat ze knuffelen. Johnny is goed met Mongolen en met demente bejaarden. Ja. Johnny is alleen niet zo goed met vrouwen. Die slaat hij graag in elkaar. Ja. Tenminste, dat heb ik voor horen zeggen. Ja, dat heb ik voor horen zeggen. Ja. En dan gaan we nu naar ons punt. Hè, want Peter Gillis mag blijven. Johnny mag terug. En uit die documentaire bleek ook weer eens dat John de Mol enorm had gelogen. Maar diezelfde John de Mol trekt ons voor de rechter. Ja, godverdomme. John de Mol wil 55.000 euro omdat wij zouden hebben gelogen. Waarover Jan had ooit vol trots verteld dat hij de scoop had dat Johnny de Mol in de Harbour Club Oost in Amsterdam Shima kaas in elkaar had geslagen. Oh. En dat vervolgens de familie de Mol die mensen heeft afgekocht die dat hebben gezien in de Harbour Club in Amsterdam Oost. Ze zei John, dat is niet waar en ik eis nu een rectificatie. Nou, ik zal eerlijk zijn, we waren een beetje paniek. We waren verschrikkelijk in paniek, want je wil met een aantal mensen in dit land geen ruzie hebben. Bijvoorbeeld mensen van het Koninklijk Huis. Want dan verdwijn je in een ondiepe kuil met een hele schep ongebluste kalk in je nek. Maar ook niet met de familie de Mol. Want de familie de Mol trekt aan alle touwtjes. En die kan je bijvoorbeeld ervoor helpen dat je bij YouTube eraf wordt geflikkerd. Of in mijn geval bij Twitter eraf wordt geflikkerd. Die zijn namelijk groot en machtig. Daar wil je geen ruzie mee. En het is altijd een lastig procederen. Zouden zij ook een volledig restaurant kunnen laten wegbranden? Zou kunnen. Maar er is iemand opgepakt. Die dat gedaan heeft. Dat is een jongetje van 15. Dat was zo 15? Ja, maar jongen. Dus die Harbour Club Oost waar die klap zou zijn uitgedeeld door de Mol, die is afgebrand en dat is gedaan door een... Die jongetje van 15, die legde overal bommen neer. Een jongetje van 15. Ja, en dat is een kind. Ja, ik heb maar eens een keer iemand van 16 een klap voor zijn bek gegeven. Ik zeg niet dat zo is, maar kan het niet zijn dat het toevallig het neefje is van... Nee, hier ga ik niet ermee. Onmogelijk. Ja, goed. Nee. Maar wat niet wil zeggen dat diegene is ingehuurd. Nee. Dat zou wel kunnen. Ja. Even! Gaan we het even niet over. Speculatie. Waar waren we? We waren dus inderdaad, en toen waren we in paniek. En toen hebben we uiteindelijk maar met elkaar gebeld. Dus die man wil zoveel geld. Dat geld, dat ligt er niet. Dan kunnen we ons programma opdoeken. Ja. Laten we meewerken aan die rectificatie. Want wil de beste man, maar de man wil een rectificatie. Dat er niet zou zijn betaald. En de man wil dat er een klein stukje in de uitzending wordt geknipt. Wat hebben we dus gedaan? We hebben dus gezegd, het is niet waar. Wat we verteld hebben. We hebben onze uitzending verknipt. En daarmee was de koek op, dachten we. Maar nee, John zei, en je moet ook nog even 10.000 euro storten in een of andere stichting. Wat toevallig van Johnny de Mol is. Ach jeetje, ongelooflijk. Zijn vrouw daar had geslagen. En toen zaten ze nog een beetje dubbel. Nee, dat gaan we niet doen, dat gaat te ver. Kijk, en het hele probleem is, ze wouden wel doorgaan en verder gaan. Is het niet dat als iemand is afgekocht, dat diegene vaak niet meer spreekt? Nee. Dat is een beetje het concept van afkopen. Dat is meestal de bedoeling van iemand afkopen of chanteren. Als het bijvoorbeeld gaat over een dikpik. Ja. Zoals de cameraman. Ja. Maar wat gebeurde er? Er gebeurde er heel veel. Er gebeurde verschrikkelijk veel. Want wij zeiden, die 10.000 piek voor Johnny, die kan je vergeten. Stort zelf lekker 10.000 euro in de kas van Blijf van mijn Lijfhuis. Leuke grap. Eerlijk. Leuke grap. Maar onze John vond dat een minder leuke grap. Die stuurde nog een keer Petertje Plasman, zijn advocaat, op ons af. Die zei, nu storten die 10.000, want volgende week wordt het 20.000. Waarop wij een mail stuurden, Peter, lieve vriend, kale gabber, nee. Nou, nou, Paul neemt daar een voorbeeld aan. Ja, dat kan ook helemaal goed. Kaal. Enfin, het werd die 10.000, het werd die 20.000. En toen kwam meneer Plasman met een bodemprocedure en wilde die 27.500 euro per persoon van Dennis en mij krijgen, wegens het leed wat John heeft moeten meemaken van en dit verhaal. En omdat ze het verdienmodel van ons wilden vernietigen. Ja, wat een rare uitspraak natuurlijk is, want waarom zou je ons verdienmodel willen vernietigen? Ik geloof niet helemaal dat dat met jouw zwaak te maken heeft. Liever gezegd, het lijkt mij een uitspraak wat niet heel erg lekker uitkomt in de rechtszaak. Want blijkbaar gaat het dus niet om het leed wat hij heeft gehad. Blijkbaar gaat het erom dat hij ons kapot wil maken. Ja. En dat lijkt me niet per definitie een aardig argument. Maar goed, met de rechtsstaat in Nederland kan tegenwoordig alles. Dus dat is punt helemaal niet. Enfin, 55 ruggen wilde hij hebben. En toen dachten wij, daar moeten we wat mee. Daar moeten we wat mee. We moeten toch eens kijken of we op een hele slimme manier die rechtsstaat misschien toch wel kunnen winnen. Liever gezegd, we hebben de scoop! Scoop.
scoop is dat wij, en dan breng ik het ineens heel snel en kort, een enorme lijst hebben met getuigen die kunnen getuigen dat iemand namens de familie De Mol mensen heeft afgekocht om te zwijgen over de knal van Johnny op Shima Kaas. Oh, wat krijgen we nou? Wat is dit voor een rare wending? Ja, dezelfde man met de regenjas en het hoedje in de garage heeft ons een getuigenlijst doen toekomen met iedereen die bij was, die aanwezig was, die onderdeel was van het hele ongeval. Namelijk het ongeval dat Shima Kaas per ongeluk keihard tegen de vuist van Johnny De Mol aanliep. Oh ja Jan, oh en wie staat er al op die lijst? Ja, dat kunnen we even niet vertellen. Dat zie je nog wel in de rechtszaak. Want die rechtszaak gaat al lang al niet meer over de bodemprocedure van meneer De Mol die zijn schade op ons wil verhalen. Oh nee, het gaat over of het werkelijk gebeurd is, ja of nee. Want hoe de poep zit op de stoep, die hebben we even omgedraaid. Hé, meneer John? Dus wat gebeurt er? Straks gaan wij een hele lijst met mensen opvragen die onder Eden, moeten verklaren in de rechtbank wat er precies gebeurd is. En ik zou je vertellen, meneer De Mol, er zijn heus wel mensen die bang zijn en die denken van nou, ik ga wel liegen. En er zijn heus wel mensen die sanctie hebben gekregen en denken, ja, ik heb vijf ruggen gekregen, ik hou mijn bek wel. Maar er zullen best wel mensen zijn die denken, onder Eden liegen, dat levert gevangenisstraf op. Laat ik het verhaal maar echt vertellen. Dus het hele verhaal gaat niet meer over de schade van meneer De Mol. Het hele verhaal gaat nu over die mishandeling van mevrouw Kaars en het geld wat afgekocht is. Oh, maar Jan, heb je dan contact gehad, meneer Plasman? Jazeker. En die zegt, oh, we willen heus wel verder gaan hoor, met die rechtszaak, want we gaan jullie kapot maken, jullie verdienmodel slopen. En wat zegt meneer Plasman namens de familie De Mol? Mogelijk is er iemand geweest, een derde persoon, die inderdaad wellicht, eventueel en misschien iemand geld heeft gegeven. Mag ik even een kleine vraag stellen, Dennis? En je antwoord is ja. Ja. Waarom zou een derde persoon, die niet gerelateerd is aan de familie De Mol, mensen geld geven om af te kopen van een voorval, namelijk een mishandeling, dat nooit heeft plaatsgevonden? Nou, stel nou, er werkt een Anja in Barendrecht bij de Plus, bij de bakkersafdeling, en die denkt, ik vind die John zo'n sympathieke man, mijn salaris die ik de afgelopen 3 jaar heb verdiend, geef ik daaraan om die arme Johnny uit het vuur te houden. Ja, maar dat is nogal raar, want was het niet zo dat die knal op de bek van Kaas nooit heeft plaatsgevonden? Dus dan denkt die mevrouw van de bakkersafdeling, laat ik maar mensen heel veel geld geven voor iets wat nooit heeft plaatsgevonden, terwijl ik niet weet wat er heeft plaatsgevonden. En ik ken die man die iets heeft gedaan wat niet heeft plaatsgevonden, niet persoonlijk. Daar is toch geen rechter in Nederland die daarin meegaat? Wat een kontverhaal is dat! Ave! De messen zijn geslepen. Roddelpraat, ja, wordt niet een beetje door de stront getrokken door de familie De Mol en door ome John. Ome John en Johnny zitten straks in de rechtbank en krijgen te horen van de getuigen dat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Oh, dus wij hebben gerectificeerd voor niks. Oh, wij hebben dus onze filmpjes moeten verknippen voor niks. Oh, wij hebben schade ondervonden omdat wij onbetrouwbaar waren. Wie gaat er, denk je, nou een schadevergoeding eisen, ome John? Hoppatap. Ja, en we zijn dus met deze informatie naar de heer Plasman gegaan, maar zij willen de rechtszaak dus gewoon doorzetten. Want doen ze wij, zeggen, ja, dat plezier. Zou dan misschien een derde hebben gedaan. Maar het is eigenlijk een heel raar verhaal. Het is een totale onzinverhaal. In ieder geval, let op wat er nu gaat gebeuren. Waarschijnlijk overleven we niet. Ja, waarschijnlijk val jij per ongeluk van het balkon. Ja. En dan ik mijn auto in de sloot. Ja. 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 Nou ja, dat is in ieder geval het verhaal. En dat ze dan merkwaardige stoffen in ons bloed hebben aangetroffen. Ja. En dat ze dan zegt, nou, die jongens zaten aan de drugs. Ja, of dat ze denken, hé, raar, zijn ze bij Tsjernobyl geweest? Die jongens zijn radioactief als de pest. Ja. Maar het kan gebeuren, in ieder geval geven ze licht in het donker. Maar we gaan dus ervoor, we gaan niet voor damage control, we gaan voor de win. Ja.
Overigens ben ik door meerdere mensen benaderd. Mm. En dat is niet degene die onze aten heeft afgeperst. Oh. Maar die zeiden, moet je nooit doen. Dit is levensgevaarlijk. Je neemt het op tegen krachten. Alles om jou heen zal vernietigd worden. Ja. Toen dacht ik, misschien maar goed ook. Ja, nee, ja, precies. Ja, dan worden we van YouTube geflikkerd. Dennis hangt zichzelf per ongeluk opeens op. Ik vind, alles wordt me afgenomen. De politie valt binnen. Ik moet 15 jaar gevangenis in. Misschien maar beter ook. Ja. Dan is het maar een keer voorbij. Kinderen die nooit meer terug thuis komen. Ja, die opeens niet van mij blijken te zijn. Ja. Kan allemaal gebeuren. Maar laten we dat maar doen. Wat ik zou je wat vertellen. Er is iets aan de hand in Nederland. Langzamerhand zijn wij een soort Zimbabwe aan het worden. Langzamerhand is alles zo verrot en corrupt. De media, rechtsstaat, kolenhuis, politiek, alles is zo verrot. Het wordt een keer tijd dat de mensen zeggen, tot hier en niet verder. Nou, dat doen die boeren en dat doet Rotterdam nu ook. Laten ons echt totaal niet bang maken of chanteren door een paar van die koekenbakkers die godverdomme zitten te liegen over het misbruik van vrouwen. Bring it on, bitches. Over 50 jaar ziet u op Jans Wikipedia staan Jan Roos, de Witte Mandela. Zeker. Geboren 1977, gestorven 2022. En om dit nog wat meer kracht bij te zetten, mogen we u voorstellen aan onze nieuwe juridische man. Radboud Ribbert te duur. Ja. En Johan Pieters zei, nou ja, mag ik dan ook bij een momentje naar huis zijn voor wat krachtige uitspraken? Ja. Vind je dat leuk? Ja, leuk. Ja. Ja, als het goed is, weet ik dat we bellen. Zit u weer op de camping? Met Johan. Ja, Johan, live een uitzending. We hebben het hele verhaal net verteld. En we hebben net aangekondigd dat jij nog met wat krachtige uitspraken nu komt. Pak je moment. Kijk, nou, ze mag geen vragen horen. Ik ben ook een heel krachtig jurist, hè, dat weet je. Nee, nou ja, we hebben een bron, hè. Dat hebben we al besproken. We hebben een bron die eigenlijk aangeeft wat Jan heeft verteld over de omkoping door de mol. Dat dat gewoon heeft plaatsgevonden en dat dat verhaal gewoon weg klopt. En we hebben een lijst met de namen van getuigen. En die getuigen die worden allemaal opgeroepen. En daaruit zal dan moeten blijken inderdaad dat zij geld hebben aangenomen van de mol. En dat niet alleen. Ik zit ook te denken om Sima Kaas op te roepen als getuige. John de Mol junior op te roepen als getuige. Om aan te tonen dat die mishandeling wel degelijk heeft plaatsgevonden. Overige aanwezigen die kunnen bevestigen dat zij erbij waren. Dat hebben zien gebeuren. John de Mol senior, die gaan we oproepen als getuige. Die gaan we in de rechtszaal het vuur na aan de schenen leggen. En die gaan we het heel moeilijk maken. Kortom, het wordt een heel lastig verhaal voor de mol, denk ik. En ik denk dat, dat wij die strijd maar eens even in ons voordeel moeten gaan zien te krijgen. Yeah! Heel mooi. Mooie woorden. En nu dan, als het goed is, had je op een briefje nog wat gezegd van we gaan de mol vangen en wat van die quotes. Even achter elkaar. Ja, is leuk. Ja, is leuk. Go. Quote, ik wil geen quote, man. Oh. Maar je hebt het over de molshoop op plat stampen en dat soort... Dat Ja, drie of vier. Kom maar door. Molshoop plat stampen. Leuk. Nou, dat is ook wel de enige quote die ik voor u heb, jongens. Oh. In ieder geval, onze advocaat is er ook van overtuigd dat we met twee vingers in de neus en een duim in de poepert gaan winnen, van Ome John. Ja. Johan, vrees je race voor je leven? Enigszins. De lange arm van de mol is hier en daar wel voelbaar. Ja, nou ja, ik hoop in ieder geval dat je het langer volhoudt dan wij. In ieder geval bedankt voor je steun en we gaan er tegenaan, want we zijn niet bang, hè? Is goed, jongens, hou er contact. Ja, hou hard. Hoi. Nou ja, dat is ook de laatste keer dat we die hebben gesproken. Die wordt morgen gevonden. Ja. Hij is toevallig met zoveel zijn eigen grasmaaier terechtgekomen. Ja, hij ging kijken of het best nog scherp was. Ja, dat kan ik helaas niet doen. Hè? Dat kan ik helaas niet doen. Nee, doe maar niet. Nee. Lijkt me ook heel onverstandig. Ja. Afwerp! Goed. Dat is dus het verhaal. Rollenpraat gaat de strijd aan. Want 55 ruggen uit mijn zak lopen te trekken. Terwijl je zelf, godverdikke notenbenen, fout bent. Dat één kan happen. Oh ja, en daarom dat we toch even ons punt kunnen maken. Want jullie zeiden laatst, jullie zijn niet zo scherp. Hè? We minder scoops. Nou, alles zakt in elkaar. We maakt ons druk. En daarom willen we nu even, mochten we het overleven. Mochten we die strijd aangaan. Word donateur. Hè? Dat is een mooi moment om dat weer even te vragen, Jan. Zeker weten, dames en heren, jongens en meisjes. Kijk, wij kregen ook natuurlijk mailtjes van, godverdomme, moeten jullie tegenwoordig hebben van gehandicapten die zich laten ombouwen. Het antwoord daarop was een beetje,
Ja, want er gebeurde geen ene kloot. Er gebeurde geen ene flikker. Maar op de achtergrond waren we hiermee bezig. Ah, want wij zijn toch van domme, niet van het slappe happy. Wij zijn toch niet van de flauwigheid. Dus zegt u, ga mee in deze revolutie. Strijd ons met een meer. Word dan donateur op roddelpraat.backme.org. En krijg iedere week een prachtige uitzending toegestuurd van hetgeen wat wij hier niet hebben kunnen laten zien. Omdat bijvoorbeeld sommige mensen dan een bodemprocedure starten die we dan wel gaan verliezen. Ja, dus alle rommel die we normaal zouden weggooien, die doen we bij elkaar en die sturen we naar jullie. Donderdag om 6 uur komt die in je doosje. 5 eurotjes per maand om dit programma mogelijk te maken. Dat zou toch wel geweldig zijn. En ook een beetje om ons te steunen in de strijd tegen de mol en alle andere maffia-kopstukken in Nederland. 5 euro per maand, wat is dat nou? En wij zijn uit de brand geredden en kunnen strijden tegen John met Johan. Ja, en een klonk. Hij klonk strijdbaar. Alleen jammer dat hij bij elke vraag... dat was jammer. Ja, dat heb ik liever niet. Kan je vragen of je dat volgende keer niet doet? Zal ik net in de rechtbank ook doen. Hou ze op, man. Nou ja, goed. Enfin, misschien was hij met Simon op pad geweest. Met Simon? Ja. 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 Kan. Ja, kan. Goed. Weet je waar ik eigenlijk Johan van ken? Ja, en ik denk niet dat we dat gaan bespreken. Nee, nee. Ja, nee, dat gaan we niet. Soms krijg je juridische hulp met een hele bijzondere hoek. Ja. Maar Johan. Nee. En jouw dochtertje. Nee, dochtertje. Dochter. Dochter. Ja, stiefdochter. Stiefdochter. Gaat nu met de spits van Sportclub Heerenveen. Dat is echt? Ja. Maar die is toch getrouwd, jongen? Wie, met wie dan? Wie dan? Die is Strand Larsen, toch? Nee, die is van Groningen. Oh. Ik zeg Sar. Goed. Dan gaan we dan. Sorry, Johan. Ja, ja. Ja, goed. Ja. Nee, nee. Ik wil... Nee. Nee, nee. Nou, ik prima. Doe dus wel. Laten we doorgaan. We gaan door. Dan gaan we naar een hoofdvriendin van de show. We gaan naar... Patty. Ja, ongeveer om en nabij 7, 8 maanden geleden kwam jij met het grote verhaal dat Patty en haar man Antoine in een grote huwelijkscrisis zaten. Ja. First hand news. En wat werd er toen gezegd door Patty, het veenlijkje? Nou? Oh, die Jan Roos, die liegt, er is niks van waar. Het gaat helemaal topje tussen mij en de butler. Maar wat heb ik nog wel eens vaker dingetjes gezegd? Bijvoorbeeld dat Gordon koken aan het uitdelen was op het feest van Linda Mol. Bleek ook waar te zijn. Wat heb ik niet meer gezegd? Want allemaal hoezo bleek dat later waar te zijn dan? Nou, dat bleek gewoon waar te zijn. Ja, wie heeft dat bevestigd dan? Nou, meerdere mensen hebben dat bevestigd. Ja, wie dan? Nou, onder mijn nichtje. Ja. Ja, dat was de bron. Saskia Noord heeft mij nu ook geblokkeerd op Twitter. Oh ja? Dat vind ik toch flauw. Terwijl ik een fan ben van haar boeken. Ik ben helemaal... Ja, maar dat is een beetje... Dat soort mensen... Die hanteren dezelfde methodes... zeg maar als de nazi's. Als jij dan in het verzet zit... vermoorden ze je hele familie. Maar ik twitter helemaal niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Als jij alleen al gelieerd met mij bent... Mijn vriendin is door die hele familie... op WhatsApp geblokkeerd. Terwijl mijn vriendin helemaal contact met die mensen heeft. Het zijn niet goed. Dus waarschijnlijk zit die vrouw... Een beetje een oude vrouw... Zit daar zo op de achter de computer. Zo'n muis. Blok. En die denk op een gegeven moment... Die moet opgelost. Ja, die moet ook... moet ook weg. Nou, wees blij dat ze zo doen. Een tijdje geleden trapte ze hier in een veewagen... richting Polen. Afijn. De relatiecrisis van Patty Bart en de butler... dat zou onzin zijn geweest. Het was lulkoek. Het was niet waar. En het was ook nog een keer gelogen. En als u denkt, waarom noemt hij Antoine nou de butler? Nou, Antoine is de butler. De butler loopt namelijk met hapjes en drankjes... in het huisje in Ibiza. Op het moment dat Patty aan het snuiven en aan het scharen is... met een vrouw. Heb je dat ook van je nichtje? Nee, dat heb ik van een andere betrouwbare bron. Oké, ook bevestigd? Zeker. Door wie? Door die betrouwbare bron. Ja. Maar goed, Patty zet nu ineens deze week op Instagram... Relationship with a narcissist in a nutshell. Nutshell. You will go from being the perfect love of their life... to nothing you do is ever good enough. Good. You will give everything and they will take it all... and give you less and less in return. You will end up depleted emotionally, mentally, spiritually... and probably financially... and then get blamed for it. The modern breakup. Ja,
Wat dus betekent dat Patty zegt... Goh, ik heb al die tijd een relatie gehad met een narcist. Nou, ik zal je wat vertellen. Nu wil ik het wel even opnemen voor de butler. Volgens mij is het precies andersom. De butler is de godverdomme getrouwd met een narcist. Patty Brown vindt zichzelf fantastisch. Nou, Veenlijk is met een 120. Die heeft nu met de Spaanse voetballer... heeft ze nu een sieradenlijn op de markt gebracht. Nee, serieus. Haar met dochter. Een fucking Spaanse boer van voetbal. Met haar dochter. Haar dochter. Met het hoofd van zijn crackjunk. Wat? Ja, ze zijn zo blij dat ze elkaar weer hebben gevonden. Ja, ze hebben elkaar weer gevonden. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Want Patty wil achter stuiven op een berg in Ibiza. En de Spaanse voetballer die was ergens aan de crack. Enfin, de butler die wordt uitgewoond. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, dat huwelijk ligt dus aan barrelen, zoals wij al zeiden. Dan is het tijd voor de boodschap en dan is het tijd voor een blokje. En we hebben weer nieuwe dingen te melden. Het is tijd voor het... Reclameblokje. En dan moet ik even wat spulletjes voor ophalen. Wacht. En dan beginnen we natuurlijk eerst bij onze donateur. Ja, we kwamen deze uitzending natuurlijk met een... knaller van de scoop. Wat zeg ik, Nick en Simon? Wat zeg ik? Oh, John de Mol. We gaan naar Avalaan. En misschien... zijn we de volgende week niet meer. Ja, dan zijn we... Morty. We kunnen wel vertellen aan iedereen dat de donaties automatisch stoppen als we dood zijn. Maar we hopen dat u ons wil blijven steunen. Dat u donateur wil worden. Zodat wij de strijd voor rechtvaardigheid door kunnen zetten. En... nog enigszins... nou, bestaanbaar iets kunnen... Wat zou je maar net wordt donateur op roddelpraat.backme.org. 5 eurotjes de maand. En dat is Duits voor maand. En dan krijg je in je doosje om 6 uur donderdagavonds de extra uitzending. En waar bestaat het uit? Eigenlijk uit allemaal dingen die we overhouden van deze uitzending. Die we niet uit kunnen zenden vanwege de angst voor nog meer... rechtszaken. Ja, en hoe lang zal het deze week zijn? Nou, we zitten hier al een tijdje. Het kan zomaar weer eens 40 à 50 minuten zijn. En dan zie ik de verschrikte blik van de editor. Die denkt, dat moet ik dan weer. Ja, maar dat is alleen maar beter voor hem. Maar dan kan hij ook geen vieze plaatjes naar vrouwen sturen. Ook weer waar. Denkt u ook nog even aan het rollenpraatfeest? Twijfelt u? Kom lekker naar het feest. Eenmalig, hè? We gaan niet vaker een feest organiseren. Niet? Nou ja. In eerste instantie niet. En in Hengelo sowieso niet. Nee. Wat moeten we naar godverdomme naar Hengelo? Ja, dat is heel ver weg. Daar kwamen we uit. Ah ja, goed. U kunt ook kijken in de shop. U kunt ons volgen op Instagram. Dan wordt u dagelijks naar de website gestuurd. Ga eens naar de site. Dat is nou iemand die schrijft iedere dag heel veel vleiende artikeltjes daar. Ja, wat? Vleiende? Vleiende. 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 Ja, F-L-I-J-E-N-D-E. En dat betekent aantrekkelijk. Goed, kom dat zien. En dan gaan we naar de adverteerder. Jibberdio! Jibberdiee! Ja, welke adverteerders? En dan beginnen we bij een nieuwe... of nou, een nieuwe... een oude! Terug van weg geweest. Balsy. En die kwam later. Dat hebben ze bijzonder omgevraagd. Goed. Balsy en die hebben een tekstje. Hier, pak er maar mee. Weg met dat zomervachtje. Tijd om te trimmen. Onderzoek wijst uit dat 100% van de vrouwen en mannen heel happy wordt als hun partner de boel netjes bijhoudt daar beneden. En dat doe je natuurlijk niet met een scheermesje of de lady shave. Haha, hoe is het met Wilfredje Gené trouwens? Die hebben we lang niet gezien. Ja, dat is de lady shave. De lady shave. Die heb je achter in je hoofd hier liggen. Maar dat gaat niet meer. Nee. Die is niet meer in. Dat doe je dus niet met de lady shave van Wilfred. Daar heb je Balsy voor. Met de manmouwen 3.0 body trimmer trim je hele lichaam in een handomdraai. Het is de tool om je lichaamshaar te temmen. Bijwerken, kortwieken of glad als babybillen. Hij is superkrachtig, waterdicht, voorzien van Safe Shave Technology. En Balsy heeft inmiddels al ruim 50.000 blije ballen. Dat is een arena vol. Tot en met 7 september heeft Balsy een geweldige summer sale. Summer sale? De summer is toch al voorbij. Nou, dat is nog even summer. Ja? Een paar weken, iets weet ik veel. Jij weet ik veel. Summer sales zijn alle producten bij Balsy in prijs verlaagd met kortingen tot 35%. Oh, dat is veel. Check dus snel Balsy met de manmouwers, zodat alles er weer glad bij hangt. En dat is dus dat. En Balsy heeft nu nog meer. Ze hebben nu ook een
neustrimmertje. Ja, die wil, mag ik niet mee naar huis? Ik heb verschrikkelijk veel neushaar tegenwoordig. Ja? Dat is wel raar. Doe ik nog eerst even die van mij en dan kun jij hem meenemen. Ja, bij jou gaat het wat sneller. Bij mij moet je dat gewoon eerst in zoveel maanden doen. En die kun je dus ook, dat is ook het fijne. Hè, het helpt dus ook. En dat kan, vriendin, die kun je dus ook bij de vrouw erin stoppen. En dan wordt alles van binnen mooi kaal geschoren. En in de poepert werkt het ook. Zegt zij. Ja, nee, veel plezier ervan. Je hebt toch geen haar binnen in je lijf? Ja, goed. goed. Goed, en ook deze deel ik met Romee. Je kunt je hele lichaam ermee en ook de vrouw. Hè? Dus je hebt er maar één nodig en daar kan man en vrouw van genieten. Goed. Goed, Jan. Afvlaggen. Hé? Weg. Ik ben nog niet klaar. Oh, er zit heel veel snot in. Dat is wel een beetje minder. Wat? Snot. Ik ga hem wel een stuk beter. Ga door. Dat was dat. Gaan we door. Oh ja, dat koop je natuurlijk allemaal op balzi.nl. En dan gaan we door naar oud en vertrouwd. We gaan naar het stucadoor. Collectief.nl. Jazeker, en allereerst willen we de eigenaar een hart onder de riem steken. Hij is weer op de markt. Hij is weer op de markt. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, zijn relatie is gestroopt, op de klippen gelopen en naar de kloten gegaan. Aan de ene kant is dat vervelend, aan de andere kant is het natuurlijk fantastisch. Wat ik heel lekker doen en laten wat je wil. Ja. Maar in ieder geval, wij steunen jou en we helpen jou door deze barre tijden heen. Niet alleen door deze fantastische reclame, maar ook omdat we binnenkort met elkaar afspreken om een hapje te eten. Ja, absoluut. Wij blijven jou trouw op alle manieren die dat kan. En dames, je kunt dus een offerte nemen voor uitbouw, verbouw, latex spuiten of wat dan ook. Ja. Tuinen, badkamer, zwembaden. Maar hij kan je ook komen uitwonen. Ja. Van dat mag tegenwoordig. Nou, je kunt of heel chic gewoon met hem op dit. Oh, dat ook. Ja, nou, dat hebben we dan gezegd. En dan nu de tekst die ik wel heb gekregen. De actie van september. Want zover is dat weer. Latex spuiten van wanden en plafond. In plaats van €12 deze maand. €8 per vierkante meter. Maar Dennis, laten we even eentje. Mag ik heel even reageren? Hmm. Latex spuiten van wanden en plafonds van €12 naar €8 is geen geld. Korting. €4 korting. Ja. Is geen geld. Wil jij goedkoop latex gespoten worden? Stuur het ook collectief.nl. En een aanbouw al te realiseren vanaf €25.000. En we kunnen bijna direct beginnen. Prachtig, wie wil er nou geen aanbouw? Voor maar €25.000, dat is toch helemaal geen ene reet. En ze kunnen ook nog een keer direct beginnen. Ik zeg stuur het ook collectief, punt. NL. Fantastische club, fantastische club. En ook op de markt. En denk je, zijn we dan al bij de uitzending? Ja, dat dacht jij, hè? Je dacht dat we klaar zijn. Nee, dat dacht ik helemaal niet. Oh, wat dacht je dat we gingen doen dan? Nou, iets nieuws. Ja? Iets leuks, je hebt iets leuks. Je bent een stylist geregeld. Er gebeuren nieuwe dingen. Nieuw Ela. Er is muziek. En Jan. Er is ook nog muziek. Jazeker. Want we hebben natuurlijk iedereen opgenoemd die bij het Roddenpraatfeest komt. Maar we zijn er één vergeten. Wie komt natuurlijk ook? Madok komt ook rappen, zingen op het feest. Nou, leuk. Ja. En die heeft ter voorbeschouwing van het feest een nummer gemaakt. Komt ie hier. Terwijl u het nummer hoort, kunt u de kaartjes kopen. Hieronder. Hé? Ik snap het niet. Komt ie nu binnen? Heb je een filmpje? Ja. Gaan we naar... Ja, graag Vitali in de hoek. Wat de fuck? Is dit een familiefeest of zo? Nee. Wie komt er nog meer? Ja, wie komt er nou nog meer? Menno komt. Menoki! Yes! Komt rappen. En wij komen zingen. Oh leuk, we komen op ons eigen feest. Proost. Ja, vandaag breng ik een toast op. Iedereen die heerlijk is en ik stop in de doofpot. Al is het zo fucked up, het wordt vanzelf weer woensdag. Om 6 uur even lachen, omdat je toch al niets te doen had. Roast. Ja, vandaag breng ik een toast op. Iedereen die heerlijk is en ik stop in de doofpot. Al is het zo fucked up, het wordt vanzelf weer woensdag. Om 6 uur even lachen, omdat je toch al niets te doen had. Nick en Simon na
uit elkaar. Maar Madok is er nog steeds. Koop je happy kaartjes als je wil zien hoe ik optreed. Toe, het wordt een topfeest met Lil Vet en Tibo. Iedereen is welkom, als bij de Village People. YMCA, dit is RP31. We waaien niet mee, prikken overal doorheen. Dus Glenn is Grace, we zien wel dat je straatjes schoonveegt. Vluchtelingen inzet voor je eigen probleem. Het is overal zo net als Talpa en Gilles. John de Mol, The Voice, Hilversum wordt steeds killer. Gelukkig laat Sylvana steeds weer een tieten zien. Maar als ze aandacht krijgt, dan gaat ze klagen. Dat is hypocriet. Iedereen loopt rond met boter op zijn hoofd. Elk brandje dat wordt gedoofd met leugens, check de docu van Boos. Ach, voor alle roddels is het best wel lekker zo. Zie jullie 24 september daar in Hengelo. Proost. Ja, vandaag breng ik een toast op. Iedereen die heerlijk is en ik stopt in de doofpot. Al is het zo fucked up, het wordt vanzelf weer woensdag. Om 6 uur even lachen, omdat je toch al niets te doen had. Proost. Ja, vandaag breng ik een toast op. Iedereen die heerlijk is en ik stopt in de doofpot. Al is het zo fucked up, het wordt vanzelf weer woensdag. Om 6 uur even lachen, omdat je toch al niets te doen had. Ik, Luister, Kippie. Ik heb respect voor elkaar. Ja. Ik heb respect voor iedereen, dus heb respect voor elkaar. Ja, en daarmee sluiten we deze week de uitzending af. Ik vond het toch wel heel fantastisch. Ik kan niet wachten op 24 september. Op kaartjes, daar is mijn dochtje namelijk ook. Ja, hij is er ook en we zien u graag al daar. En we zien volgende week wel weer wat de stylist voor ons in petto heeft. We zien u graag bij de extra uitzending en we hopen dat we u volgende week nog zien. Maar dat is afhankelijk van of de ontboezeming die we deze week hebben gebracht de rechtbank haalt of ergens een parkeerplaats. Ja, ja. Als hij slim is, trekt hij de hele zaak terug. Ja, of laat hij iemand invliegen uit Joegoslavië. Nou, doei!